Ik ben heel trots, heel blij om bij deze mooie club te tekenen. Ja, ik ben ook heel blij voor mijn familie die altijd met mij zijn. Het is een dag die ik ga nooit vergeten. Ja, ik voelde gewoon veel vertrouwen van Frank, van de club. En ja, het project ook met Volendam is gewoon goed voor mijn ontwikkeling. Dus ja, daarom heb ik ook voor deze optie gekozen. Ik ga eerlijk zijn, ik mis nog een paar dingen om echt de top te spelen. Dus ik denk dat bij Volendam kan ik daar veel leren. En ik hoop dat volgende seizoen ga ik gewoon een compleet speler worden en hier spelen. En hoe is het afgelopen jaar voor jou bij Volendam gegaan? Want je hebt er aardig wat gescoord voor een middenvelder. Ja, 11 keer. Het ging heel goed. En ja, het was een fantastisch jaar. Jammer door de virus dat we konden niet door. Maar ja, het was echt mooi om daar te spelen ook. Ja, ik ben een speler die graag de bal wil hebben. Ik ben een technische speler met goede passing. Ik kan ook scoren en assist geven. En ja, wat ik zei is nog, ik moet nog meer zonder bal spelen. Ook verdedigen, sterker worden. Dus ja, ik denk dat ik heb nog veel dingen om te leren. Maar het komt goed.